Als je kijkt naar deze nieuwe video, ik heb vandaag voor jullie geen vlogmas, geen dagelijks vlog online, maar een extra video. Omdat ik afgelopen zondag eigenlijk helemaal niks heb gedaan, niks heb gefilmd. En dat wilde ik er eigenlijk een beetje zo inhouden, dat ik de zondag gewoon geen vlogmas maak, maar dan op de dinsdag een extra video plaats in plaats van die dagelijks vlog. Zodat er wel gewoon een video online komt, maar dat ik me op zondag niet verplicht voel om iets te gaan doen. Vaak ben ik ook gewoon op zondag thuis, ben ik niks aan doen, ben ik met iemand die niet per se op de video wil, dus... Vandaar. En als ik wel een keertje wat leuks ga doen op zondag, dan doe ik dat natuurlijk wel gewoon filmen. Maar ik dacht, dit is misschien wel een leuke oplossing. En er staat ook al best wel lang een video op de planning die ik graag wil opnemen. En dat is namelijk een Q&A over mijn neuscorrectie. Die is alweer bijna 2 maanden geleden. Wanneer ik dit film is het 5 december en 11 december is het 2 maanden geleden. Het gaat echt super snel. En ik had op Insta gevraagd of jullie wat vragen hadden en die hadden jullie zeker. Dus die ga ik vandaag in deze video aan jullie antwoorden. Ik ga maar eventjes beginnen met laten zien hoe mijn neus er nu uitziet en hoe het er eerst uitzag. Dit is hoe mijn neus er eerst uitzag. Ik had gewoon best wel erg een bochel en ik vond het gewoon echt niet mooi, vooral vanaf de zijkant niet. Vanaf de voorkant irriteerde ik me er niet heel erg aan mijn neus. Nu mijn neus gedaan is, wel achteraf, maar op het moment zelf verder niet echt. Hij stond nogal scheef en als ik lachte werd hij ook heel breed. Maar dit is nu mijn neus nu. Hij is dus nog wel best wel gezwollen, maar dat zal ik zo meteen allemaal uitleggen. En dit is hem vanaf de zijkant. Dus die bochel is er gewoon uitgehaald en daar ben ik echt super blij mee. Want vanaf de zijkant vind ik mijn neus nu ook gewoon mooi. Ik vind het gewoon chill om bijvoorbeeld een staart te dragen. Of allemaal dingen die ik normaal eerst altijd op lette. Bijvoorbeeld, ik droeg nooit een hele strakke staart naar achter. Omdat ik dan, ja, dan voor mijn gevoel kwam mijn neus dan nog meer naar voren. Omdat er dan opeens, ja, je haar zit dan strak naar achter en dan hier steekt er opeens zo'n neus uit. Dus dat is iets wat ik nu bijvoorbeeld wel doe en toen niet deed. Bepaalde zonnebrillen die stonden gewoon echt niet mooi door die bochel op mijn neus. En nu ben ik echt een zonnebrillenverzameling aan het sparen. Daar zeg je u tegen. Dus dat zijn allemaal van die dingetjes die ik voorheen niet deed of lelijk vond en nu weer wel doe. Ik ben gewoon super blij dat ik dit heb gedaan. En ja, dat is ook de reden waarom ik vond het gewoon echt niet mooi. En ik dacht, ik ben nu gewoon nog jong. Nu kan ik het doen. Ik heb ervoor gespaard. Ik heb nog geen kinderen aan wie ik geld moet uitgeven. Ik heb wel vaste lasten, maar het zijn nog niet bizarre lasten. Qua werk, mijn YouTube en zo, kon ik gewoon heel erg makkelijk een beetje thuis zitten en herstellen. Dus eigenlijk waren er alleen maar positieve punten om het gewoon nu te doen. Ik heb echt geen moment spijt gehad, geen moment getwijfeld. Ik had er alleen maar super veel zin in. Super blij dat ik het gedaan heb en ik zou het zo echt nog een keer overdoen als ik nog mijn oude neus had. Ik ga denk ik beginnen met een vraag die het meest is gesteld en dat is waar ik het heb laten doen. Nou, dat heb ik in mijn neuscorrectie vlog ook verteld. Ik heb een hele video erover gemaakt over de operatie en het herstel de week daarna. Maar ik heb mijn operatie gedaan in de Dr. Bart Kliniek in Amsterdam. Ik ben daar eigenlijk terecht gekomen via Instagram. Bruna Beer, dat is een influencer, die heeft het daar ook vorig jaar laten doen. En ik zat eigenlijk al best wel lang te kijken voor neuscorrectie. Alleen ik vond Istanbul gewoon niet de plek waar ik het wilde doen. Ik voelde mezelf daar niet chill bij. Er zijn genoeg mensen die het wel in het buitenland laten doen. En voornamelijk in Istanbul. Maar ik voelde mezelf daar gewoon niet chill bij. Dus ik wilde heel erg iets zoeken in Nederland. En toen kwam ik dus de Dr. Bart Kliniek tegen. En hij is dus gespecialiseerd in neuscorrecties. Hij doet eigenlijk alleen maar neuscorrecties. En ik vond zijn stijl heel erg mooi qua neus wat hij maakte. Klinkt echt heel gek om het te zeggen. Maar ik vond gewoon zijn werk vond ik gewoon super mooi. Dus toen ben ik daar, heb ik daar een consult gemaakt. Vorig jaar augustus, dus augustus 2021, heb ik een afspraak gemaakt voor een consult. Die had ik in maart 2022. En in oktober 2022 had ik mijn operatie. Dus er staat wel echt een hele lange wachtrij. Maar ik vond dat het sowieso waard. Ik heb liever dat ik 2 jaar extra moet wachten dat het helemaal goed gebeurt. En dat ik me er gewoon chill bij voel. Dan dat ik het ergens snel laat doen en misschien achteraf spijt heb. Oké, de volgende vraag die ik ook heel veel heb gekregen is wat de prijs was, wat het heeft gekost, hoeveel ik eraan kwijt was. Het is in Nederland gewoon een stukje duurder dan dat je het in het buitenland laat doen. Dus dat is ook een overweging die mensen maken om het dan toch wel in het buitenland te laten doen. Maar in Nederland bij de Dr. Bart Kliniek heb ik er €7000 voor betaald. Je doet eerst een aanbetaling als je consult hebt gehad van 25%. Dus dat is €1750 volgens mij in mijn hoofd. Daarmee bevestig je een soort van je plek, je afspraak. En dan de laatste 2 weken voor de operatie betaal je de andere 75%. Dus dat is dan het overige bedrag. Maar in totaal was ik dus €7000 kwijt. Ook een opmerking van iemand onder mijn video. Oh, dat jullie je ouders wel weer betaald hebben. Laat ik dat gelijk even uit de wereld helpen. Mijn ouders stonden er volledig achter dat ik dit ging doen. Maar ze hadden wel zoiets van jij wilt het. Dus je betaalt het ook gewoon zelf. Dus ik heb er gewoon helemaal zelf voor betaald. Het is geen samenwerking geweest. Ik heb niks vergoed gekregen. Was ook nog een vraag. Ik heb gewoon alles zelf betaald. Er was ook een vraag dus van, kan je dit vergoed krijgen? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar
niet naar heb gekeken. Omdat ik wel vaker heb gehoord dat je voor een vergoeding een hele goede reden moet hebben. Dus je moet, ja, het moet echt iets zijn wat je dagelijks leven in de weg zit. Nou, dat was bij mij niet het geval. Ik vond mijn neus gewoon niet mooi. Maar stel dat je bijvoorbeeld echt problemen hebt met ademen of dingen. Dan zou je het volgens mij wel kunnen aanvragen. Ik weet niet hoe makkelijk ze daarin zijn door een vergoeding zomaar te geven. Maar ik heb er dus geen vergoeding voor gekregen en heb het gewoon 100% zelf betaald. Hoe lang duurde het voordat je neus volledig hersteld was? Nou, ik heb dus 11 oktober mijn operatie gehad. Toen heb ik een week, zoals jullie in die vlog konden zien, met een kapje opgelopen. Na een week werd die er afgehaald. Toen mocht ik 3 weken niet sporten, 5 weken niet naar de zonnebank. En dat is eigenlijk het enige wat niet mocht. Ik voelde me ook gewoon goed, dus ik kon daarna ook gewoon weer alles doen. Ik heb me sowieso best wel goed gevoeld die afgelopen week. Alleen, ik zag er natuurlijk gewoon niet uit. Ik had dat kapje op mijn neus. Ik had een heel erg opgezwollen gezicht. Dus qua hoe ik eruit zag, kon ik niet naar buiten. Maar hoe ik me voelde, kon ik wel gewoon naar buiten. Dus eigenlijk, dat herstel is best wel snel gegaan bij mij qua pijn en dingetjes. Alleen het herstel qua zwelling. Kijk, mijn neus ziet er nu al best wel goed uit, vind ik zelf. Dus vanaf de zijkant. Maar wat ze zeggen, je neus is gewoon heel erg opgezwollen na zo'n operatie. En de eerste zwelling trekt weg na 3 maanden. Ongeveer tot 70%. En de laatste 30% verdwijnt in het komende jaar. Dus het kan tot een jaar duren voordat je je officiële neus weer hebt, zeg maar. Ik heb 24 mei heb ik een afspraak bij dokter Bart om terug te komen voor controle. En dan zegt hij ook, dan is eigenlijk de meeste zwelling wel zo goed als weg. Dus voor nu is er nog best wel wat zwelling in. Vooral hier en in het dopje zit nog best wel veel zwelling. Maar hier merk ik wel dat het aan de bovenkant al af begint te nemen. Alleen hier zit gewoon nog veel in, vooral in dit dopje. Ik hoop dat ik alle vragen trouwens een beetje goed en duidelijk beantwoord. Want ik ben echt volgens mij aan het ratelen van de ene kant naar de andere kant. Maar goed. Iemand zegt, raad je het aan om in Nederland te laten doen? Nou, ik heb natuurlijk geen ervaring met Istanbul of andere landen waar je het kan doen. Ik zeg iedere keer Istanbul, omdat dat de meest voorkomende plek is waar mensen zoiets doen. Maar ik vond het wel echt super fijn om gewoon in Nederland te doen. De mensen die er waren spraken Nederlands. Je kon alles vragen. Het was gewoon heel erg duidelijk communiceren. En ik vond het gewoon heel erg fijn dat je gewoon, ja, je werd geopereerd. Je moest uitrusten op de uitrustkamer. En een uur later lag je weer in je eigen bed. En als je natuurlijk in het buitenland doet, kom je in een hotel. En dan moet je daar herstellen. En dat lijkt mij gewoon veel minder prettig. En ik moet ook zeggen dat ik heb wel eens TikToks voorbij zien komen van mensen die het in Istanbul hebben gedaan. En naar mijn idee, ik weet niet of dat aan mijn herstel lag. Of dat aan de manier van opereren lag in Nederland. Maar voor mijn idee was ik echt veel minder blauw, veel minder opgezwollen, veel minder, ja, ik weet niet. Er is ook een meisje van Love Island, ik weet eventjes niet meer hoe ze heet. Die heeft nu dus ook een neuscorrectie gedaan in Istanbul. En heel haar oogballen, zeg maar, dat wit was helemaal rood. Nou, ik schrok echt zo erg. Dus nee, ik ben heel erg blij dat ik het in Nederland heb gedaan. Maar dat is natuurlijk verder voor iedereen zijn eigen keus. Maar als ik het nog een keer zou moeten doen, wat ik niet ga doen. Maar als ik nog een keer de keuze zou moeten maken of iemand zou aanraden, zou ik echt zeggen, ga lekker naar Dr. Bart in Amsterdam. Je moet er misschien even wat langer voor sparen, maar dan weet je sowieso dat alles goed gebeurt, mooi gebeurt, klopt en ja. Hoe was je ervaring met de narcose? Nou, ik vertelde in die vlog, vertelde ik dat ik het bangst was eigenlijk voor de narcose. Achteraf viel het echt heel erg mee. Ze begonnen met prikken in deze hand. Toen hadden ze dus fout geprikt en dat vond ik niet heel chill. Ja, hij deed het gewoon niet, kan gebeuren. Dus toen ging ze in mijn andere hand prikken, maar ik word gewoon heel snel misselijk en gewoon duizelig. Dus ze gingen die prikken en toen werd ik dus heel erg duizelig en misselijk en licht in mijn hoofd. Dus hebben ze me even neergelegd, was een beetje op mijn hoofd dat ik even bij kon komen. En verder was eigenlijk alles wel weer prima. Voordat je het wist, was je gewoon weg. Ik werd naar de OK gebracht. Toen kreeg ik zo'n kapje op mijn mond en ik kan me niet eens meer herinneren dat het kapje me aanraakte. En ik was al weg en toen ik wakker werd, lag ik weer op de uitrustkamer. Moet ik me eigenlijk, in het begin waren mijn ogen een beetje wazig, maar dat kwam denk ik meer omdat ze een soort crème op mijn ogen hadden gesmeerd tijdens de operatie. Zodat het allemaal wat soepeler werd of geen idee waarvoor het was. Maar ik denk dat dat het was. En na een kwartiertje was het ook weg, voelde ik me prima. Ik was niet echt moe, ik was best wel veel aan het ratelen en aan het praten. Ook tegen mijn moeder in de auto was ik best wel veel aan het praten. Dus ik heb de narcose echt helemaal niet als niet fijn ervaren ofzo. Ik vond het uiteindelijk best wel meevallen. Maar misschien ook omdat ik me er heel erg druk om had gemaakt van tevoren. Dat het uiteindelijk daardoor ook best wel meeviel. Ben je tevreden met het resultaat en hoe lang dacht je erover na? Was je bang voor de reacties van anderen? Nou, ik heb eigenlijk mijn neus echt altijd al niet mooi gevonden. Sinds dat ik klein ben vind ik mijn neus al niet mooi. Maar pas de laatste jaren dacht ik eraan om er iets aan te laten doen. En vooral de afgelopen 2 jaar. Dat ik dacht van ja, weet je, waarom doe ik er gewoon niet wat aan als ik het niet mooi vind?
En natuurlijk was ik wel bang voor de reacties van anderen, van familie en vrienden. Het klinkt natuurlijk best wel heftig als je op je 22e een neuscorrectie doet. Maar ik wilde het gewoon super graag en ik wist gewoon dat ik er heel erg blij mee ging zijn. En dat mensen het uiteindelijk ook wel mooi zouden gaan vinden. Althans, dat hoopte ik. Dus de reactie van anderen maakte me niet heel erg veel uit. Want ik heb natuurlijk ook best wel open gedeeld op Insta en YouTube. Dus ja, dat maakte me niet heel erg veel uit. Het was meer de reactie van familie en vrienden wat ze ervan zouden vinden. Maar eigenlijk iedereen reageerde super positief en lief. En dat ze het mooi vonden en dat het niet nodig was, maar dat ze het wel snapten. Dus ja, dat. En of ik er lang over na had moeten denken, eigenlijk niet. Toen ik de arts had gevonden waarvan ik een goed gevoel bij had en dacht van ja, dit wil ik doen, dacht ik eigenlijk gewoon gelijk van ik ga dit ook gewoon doen. En heb ik er niet heel erg lang meer over zitten twijfelen of over nagedacht. En voelde het eigenlijk gelijk wel goed. Dan een vraag of ik nu nog steeds pijn heb. Nou, ik heb zeker geen pijn. Kijk, er moet niet iemand een elleboog tegen mijn neus per ongeluk aangeven, want dan is het wel gewoon gevoelig. Maar ik heb echt helemaal geen pijn. Ik heb sowieso niet echt pijn gehad ook. Maar wat wel raar is, ja, op camera zie je dat natuurlijk niet, maar dit dopje is echt knoerd hard. Ik kan hem gewoon niet indrukken. Dus ik ben heel benieuwd of dat nog weggaat. Ik denk het wel. Dat is natuurlijk ook nog gewoon die zwelling en de operatie. Die neus heeft natuurlijk zo'n stoot gekregen, soort van. Dus het is ook best wel lastig dat dit nog heel erg hard is. Ja, ik kan het niet heel erg goed zien, maar... ik kan hem gewoon echt niet indrukken. En je ziet nu natuurlijk die trend op TikTok dat mensen helemaal hun neus kunnen platdrukken. Nou, dat kan ik echt niet. Dit is echt, ja, het verste wat ik kan. Maar ik heb echt zeker geen pijn meer eigenlijk. Waardoor was er zo'n lange wachtrij? Omdat je specifiek bij deze kliniek wou of een andere reden? Waarom er bij hun een lange wachtrij is, is omdat die denk ik maar 2 keer in de week opereert. Hij werkt volgens mij 3 dagen in de week en 1 van die dagen zijn... afspraak voor een consult. En die andere 2 dagen, dinsdag en donderdag, opereert hij. En hij doet dan 3 patiënten zeg maar op een dag. Dus er worden maar 6 mensen in de week geopereerd. Klinkt op zich best wel veel. Maar op zich valt het natuurlijk wel mee als er maar 2 keer in de week geopereerd wordt. Dus ik denk dat daardoor de wachtrij ook best wel lang was. En ik vond het niet erg om te wachten. Want ik wilde gewoon per se bij hem. Omdat ik gewoon, zoals ik net zei, zijn werk gewoon heel erg mooi vond. En hij is echt specialiseerd in neuzen en doet niet van alles er nog bij. Hij is echt gericht op neuzen en dat vond ik ook wel een soort van fijn gevoel geven. Dat hij gewoon echt wist waar hij mee bezig was. Tijdens dat consult had ik ook echt het idee van, ja, deze man weet echt wat hij doet. En mijn moeder was ook mee en overal had hij gewoon echt zo'n goed antwoord op. En hij zei ook van, ik maak neuzen die ik mooi vind en waarvan ik denk... dat past bij jouw gezicht. Ik ga jou geen heel Barbie neusje geven. Want dat vind ik zelf gewoon niet mooi. En dat past niet bij je, zei hij. Dus ik kan doen voor jou wat hier op het plaatje staat. Wat hij me toen heeft laten zien. Dat zal ik hier een beeld plakken. Maar meer dan dat ga ik niet doen. Nou, daar was ik het helemaal mee eens. Mijn moeder ook. Dus ja, het klikte gewoon gelijk heel erg goed. En ik dacht gewoon van ja, hij snapt wat ik bedoel. Hij snapt wat ik weg wil hebben. Wat ik mooi vind. Daardoor vond ik het wachten het wel waard. En niet erg om dus nog een jaar te moeten wachten op de operatie. Was het herstel hoe je het had verwacht? Nou, ik had het herstel echt veel en veel zwaarder verwacht. Ik moet zeggen, de eerste dag was ik gewoon vooral heel erg moe. En die eerste nacht had ik niet heel erg lekker geslapen. Maar niet omdat ik pijn had, maar meer omdat ik gewoon zo even geen houding wist te geven hoe ik nou moest liggen, wat ik nou moest doen. De tweede en derde dag was denk ik het ergste. Ja, je gaat je ook gewoon vervelen. Het zit gewoon midden in je gezicht. Je moet gewoon voorzichtig doen. Mijn gezicht was opgezwollen. Dus ik denk dat die dagen het ergst waren, maar er was nog steeds geen pijn. Het was gewoon een vervelend gevoel. Maar ik had echt geen pijn gewoon. Ik zeg ook, als mensen aan me vragen van, en deed het pijn? Zeg ik, nee, echt totaal niet. Ik heb echt totaal geen pijn ervaren. Dus daar ben ik echt super blij mee. Dus het herstel is mij echt heel goed bevallen eigenlijk. Ik heb echt niks op aan te merken. Het herstel is nog steeds niet helemaal voorbij natuurlijk. Want er zitten ook nog hechtingen in mijn neus. Maar die lossen dus vanzelf op tussen de 3 en 6 maanden. Dus die zitten er wel nog steeds in. En het is natuurlijk wel gewoon nog gezwollen. Dus het hele herstel is nog niet echt afgelopen. Maar het heftigste herstel is wel geweest. En dat is me eigenlijk heel prima bevallen. Wat vonden je ouders en de mensen in de omgeving ervan? Ouders die snapten het wel. Die weten natuurlijk al jaren dat ik mijn neus niet mooi vind. En die snapten ook wat ik bedoelde. En dat ik er niet blij mee was. Dus die stonden er eigenlijk gelijk wel achter. Die hadden zoiets, ja, ik ben nu 22. Dus als je dit wil doen, moet je het gewoon lekker doen. En eigenlijk al mijn vriendinnen die zeiden ook van ja, ik snap het gewoon. En als jij het graag wil doen, moet je dat doen. Er is echt niemand geweest die zei van, oh, zou je dat nou wel doen? Of vind ik een beetje heftig. Eigenlijk echt niemand. Echt iedereen stond er wel achter. En dat vond ik ook wel heel erg fijn. Verandert er heel erg veel aan de vorm van je gezicht als je een neuscorrectie doet? Ja, het ligt er natuurlijk aan wat jij bij je neuscorrectie laat doen. Bij mij ging het dus vooral aan de zijkant. Dus vanaf de zijkant is er bij mij wel veel veranderd. Maar dat is ook juist wat ik wilde. Maar ik vind dat vanaf de voorkant is mijn gezicht best wel hetzelfde gebleven.
mensen in mijn omgeving zeggen dat ook. Je bent gewoon nog van de voorkant precies dezelfde. Dat vind ik heel erg fijn. Hij heeft hem alleen dus wat rechter gezet, want hij stond eerst een beetje zo scheef. En uiteindelijk wordt hij dan, als die zwelling weg is, wordt hij weer wat smaller. Dus er is wel wat veranderd. Maar ik vind wel dat mijn gezicht best wel hetzelfde is gebleven. En dat vond ik ook heel erg belangrijk. En ik vind ook dat mijn neus vanaf de zijkant nu gewoon goed bij mijn gezicht past. Dat het niet opeens is van, jezus, wat heeft zij opeens voor wipneus of zo. Ik ben er gewoon heel erg blij mee. Ik denk dat dit wel een beetje alle vragen waren van de Q&A die het meest gesteld waren. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad, interessant vonden. Dat ik een beetje duidelijk ben geweest. Volgens mij heb ik echt super veel zitten brabbelen. Maar goed. Ik hoop dat jullie toch een leuke video vonden. Zijn er nou vragen die ik niet heb beantwoord, die je toch graag beantwoord wil hebben? Laat het dan even weten in de reacties. Dan reageer ik er alsnog eventjes op in de comments. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie morgen weer in een nieuwe vlogmas, deel 5. Doei!